hebben in juli, begin juli, hebben we natuurlijk een foute gok gezien. Mm-hmm. In die zin dat in hele korte tijd, doordat het met name ook het toegangstesten, het controleren niet goed geregeld was, ging dat heel hard. Gewoon nog te laat. Maar is het dan niet zo dat omdat toen deze maatregelen zijn ingevoerd hebben, daar komt die 12 uur eigenlijk vandaan waarop de horeca moet sluiten en tot om 6 uur open. Dat is eigenlijk, dat was toen wel overwogen als reactie op die discopiek, maar daardoor blijft die maatregel nu weer intact. Als er dus toen een ander type reactie was geweest, hadden we daar nu aan vastgezeten. Ik denk dat dat het antwoord is wat het meeste benadert waarom deze nu gehandeld. Wij hebben ook gezegd tegen het kabinet van ja, als je heel nuchter bekijkt, je stapt af van de 1,5 meter samenwerking, wat toch echt de backbone van je aanpak is geweest, omdat het goed gaat. Dan is de argumentatie waarom het om 2 uur 's nachts dan minder goed zou gaan dan om 10 uur 's avonds, die konden wij ook niet meer helemaal volgen. Nee, maar we hebben natuurlijk gewoon wel gezien dat er in deze hele epidemie is duidelijk dat je met dit virus niet kan feesten. Hè? Nee, en we hebben gewoon ook in de zomer die opleving gezien. Ik baalde er ook van, want ik had ook gehoopt dat het allemaal gewoon goed zou werken. Maar zelfs nog meegewerkt aan die Field Lab events om dat goed mogelijk te maken. Maar dat is gewoon helaas mislukt in de praktijk, helaas. Ja. Dus dat is gewoon het feit. En nu moet je dus even opnieuw kijken naar de situatie nu. Wat is de epidemiologische situatie? We hebben nog een groot reservoir aan besmettelijke. En die vaccinatiegraad is gewoon nog 10% lager dan bijvoorbeeld in Denemarken. Maar dan toch even naar dat punt van 12 uur. Want je zit dan met z'n allen in de kroeg. Je bent of getest of je bent binnengekomen met een coronapas. Mm. Waarom zou je dan om 12 uur naar buiten moeten? Wat helpt dat? Ja, die vraag die moeten we in Den Haag stellen, denk ik. Precies. Ja, precies. Maar het is een keuze die het kabinet heeft gemaakt, zegt u. Ja. Kijk, waar het om gaat is dat je niet te veel tegelijk doet. Dus als je zegt van er kunnen nu een heleboel dingen wel. Dat is met de restrictie van de toegangsbewijzen. Maar daarmee kunnen wel een heleboel dingen wel meer. Als je daarnaast ook nog in feite alle evenementen, festivals enzovoort openzet. Dat zou kunnen, maar dan neem je wel echt een groot extra. Thomas? En het risico is niet niks, hè. Het risico is wel dat je in het najaar dus overbezetting krijgt op de IC, op de afdeling. Nee, maar dat begrijp ik ook. Maar kijk, je krijgt nu wel. Ik hoef niet de woordvoerder van de horeca zijn. We hebben een hele goede woordvoerder hier in ons midden. Maar je krijgt nu, ik heb er vandaag zitten nadenken, buurtcentra. Ja. Gewoon onbeperkt open, hè? Geen 1,5 meter. Ja. Ik durf te zeggen, er zitten op een avond meer mensen bij een bingoavond dan bij een gemiddelde bij een kroeg in mijn stad. Dus dat is wel heel raar dan natuurlijk. Maar